We vieren vandaag het bereiken van het hoogste punt. Nou ja, hè, symbolisch dan. En dat is belangrijk omdat het zeg maar een tussenstap markeert in het proces. Hè. En het is toch niet verkeerd om af en toe een beetje terug te kijken en je zegeningen te tellen. Nou, wat mij trots maakt op dit project, voornamelijk dat wij eigenlijk begonnen zijn met een voorlopig ontwerp. Daaruit is een definitief ontwerp gekomen. Ja, en alles is van het begin af aan met alle ondernemers die daarin betrokken zijn, is het uitgewerkt. En voorlopig lopen we nu constant op planning. Wij zijn dit project gestart omdat we hier in Nederland en het zusterbedrijf Dream dringend behoefte hadden aan een grotere bedrijfshuisvesting. Nou, wat voor ons belangrijk is, is dat de oplevertermijn gehaald wordt, want we hebben echt nood aan ruimte. En wij willen graag zo snel mogelijk in ons grote plan terecht kunnen. Nou, dat wij zo'n snelle doorlooptijd hebben met projecten, dat heeft voornamelijk te maken met de vaste toeleveranciers die wij hebben. Wij werken met BIM. Alles wordt in feite 3D wordt het uitgetekend. Daarnaast hebben wij het lean plannen wat wij doen. Wij hebben samen met onze strategische partners en de klant in een hele korte doorlooptijd in de engineersfase het pand op maat kunnen creëren. Wat resulteert dat we nu in de realisatiefase exact op planning lopen. De samenwerking verloopt tot nu toe prima. En we hebben bewondering voor de manier waarop heel de bouw precies volgens planning en gestructureerd verloopt tot nu toe.